Hey, wat goed dat je weer kijkt. Hoeveel werk besteed jij uit? Misschien ken je het boek The 4-Hour Workweek wel. Nou, eerlijk gezegd, ik ken alleen de titel. Ik heb geen tijd om dat boek te lezen. Maar wat ik goed begrepen heb van andere mensen die het wel gelezen hebben, is van nou, als je gewoon lekker alles uitbesteedt, dan hoef je minder te werken. Nou, dat klinkt natuurlijk mooi, maar dat is niet altijd haalbaar. Toch wil ik even met je bespreken wanneer je misschien wel werk uit zou moeten besteden en wanneer niet. Het is dan misschien wel een aardig uitgangspunt om te bedenken wanneer jij vindt dat andere mensen een opdracht bij jou neer moeten leggen. Als jij een webdesigner bent, wanneer vind je dat mensen nog wel zelf een website kunnen bouwen en dat dat gewoon goed genoeg is? Of wanneer ze naar jou toe moeten? Bijvoorbeeld omdat jouw code gewoon beter in elkaar zit dan als ze zo'n systeem gebruiken waarin ze zelf wat in elkaar kunnen zetten. Omdat jij misschien wel beter verstand hebt van de structuur van een website. Allemaal dat soort zaken. Hetzelfde met bijvoorbeeld een logoontwerp. Nou, er zijn genoeg gratis programmaatjes waarin je wat logootjes kunt maken. Maar ja, het wordt wel een beetje standaard werk. En daar zit dan natuurlijk geen brandgedachte achter. Terwijl dat misschien ook wel heel erg belangrijk is. Maar ja, wanneer heb je genoeg geld om echt een goede logo, een goed huisstijl te laten maken? Je moet een beetje dus zo bedenken van nou, wanneer vind ik dat iemand naar mij toe zou moeten komen, omdat ik het nou eenmaal beter doe. Nou, dat is dan misschien ook het moment dat jij van andere zaken, waar anderen gewoon weer beter in zijn, dat je daar ook van zegt, nou, dat besteed ik uit. En je boekhouding kun je tot op zekere hoogte natuurlijk prima zelf doen. In elk geval het inklopwerk kun je heel goed zelf doen. Maar als het gaat om het toepassen van alle fiscale regels, is het misschien wel weer heel prettig dat je daar iets van een boekhouder of een accountant voor in kunt huren. Nou, zo werkt het natuurlijk ook een beetje met juridische zaken. Wanneer zet je daar een jurist voor in en wat kun je zelf doen? Dat hangt er ook vanaf hoeveel risico je wil nemen. Ben je bereid om veel risico te nemen? Nou, prima. Dan kun je misschien heel erg veel dingen zelf doen. Vind je het gewoon belangrijk dat het goed geregeld is, dat je niks vergeten bent, dat er geen gaten vallen, dat het goed is omschreven? Dat stel je dat je voordat je naar de rechter moet vanwege een conflict met een klant of een zakenpartner, dat jij dan wel zult winnen, nou, dan moet je daar misschien een jurist voor inschakelen. Dus dat is eigenlijk wat ik je vooral mee wil geven. Wanneer besteed je nou iets uit en wanneer doe je iets zelf? Weeg een beetje je belangen af. Kijk niet alleen maar naar de prijs en wat het kan kosten, maar vooral ook wat het je op kan leveren of wat het je misschien eigenlijk juist aan heel veel problemen kan voorkomen. Je wil bijvoorbeeld geen ruzie met de fiscus. Nou, dan heb je liever een boekhouder die het allemaal goed voor je regelt, dan dat je later opeens heel erg veel terug moet betalen en je dat geld niet hebt. Dan kun je beter vooraf wat geld uitgeven. Bovendien bespaart het je tijd. Nou, datzelfde werkt eigenlijk met juristen zo. Als je het uitbesteedt, dan bespaart het je heel erg veel tijd en het is waarschijnlijk beter geregeld dan als je het zelf doet. Mocht je nou vragen hebben of twijfelen of je iets nou door een jurist wil laten doen of dat je het zelf doet, je mag altijd vrijblijvend even bellen om het daarover te hebben. Nee, we gaan dan niet de inhoud al met je bespreken. Dat is gewoon juridisch advies. Maar even prioriteiten stellen, daar denken we graag en vrijblijvend in mee. Vond je dit nou een interessante video? Vergeet je vooral niet te abonneren via de abonneerknop onderin deze video. Denk je dat andere ondernemers wat aan deze video hebben? Stuur hem dan vooral door. En anders zie ik je heel graag weer volgende week dinsdag. Bye!